Goedemorgen mensen en welkom bij dag 10. Nog 3 dagen te gaan en dan gaan we alweer naar huis. Maar eerst gaan we vandaag nog even een ander strandje verkennen waar we blijkbaar nog niet zijn geweest. Ik weet het allemaal niet. Mijn vader zei dat we nog nooit waren geweest, dus ik ga vanuit dat we nog nooit zijn geweest. Vandaag komen ook Sven en Deen en zijn ouders hier barbecuen, als jullie het nog niet weten. Nee, dat weten jullie volgens mij nog helemaal niet. Blijkbaar zitten Sven en ik echt 5 minuten van elkaar verwijderd met de auto. Dus we kunnen echt binnen 5 minuten buiten zijn als we een rijbewijs zouden hebben. Die komen hier dus ontbijten. Gisteren waren wij bij hun op de camping. Toen wilden we gaan zwemmen, maar ik werd de camping afgezet. Dus toen hebben we niet kunnen zwemmen. Vandaag gaan we barbecuen. Morgen gaan we misschien nog uit. Volgens mij is dat morgen. Ja, vandaag waarschijnlijk weer snorkelen. Waarschijnlijk sowieso zwemmen. En waarschijnlijk zee, strand. Hopelijk zon. Ze zeiden op die weerapp van Apple zeiden ze dat het alleen maar zon was. Without wolken. Alleen maar zon. Ik weet niet wat aan het denken, maar ik zie wolken. Vandaag zie ik wolken. Laten we gaan zwemmen. Bam, we zijn er. Kijk, we moeten door een grot. Hier heb je ook een heel mooi plaatje. Kan je ook liggen, maar wij willen echt naar het strand, toch Taron? Ja. Dus we moeten hier gewoon letterlijk door een grot. Wow, kijk dan. Wat een trip door de beach. Wat is dit dan? Kijk dan. We moeten niet hier langs. Maar hier heb je wel nog een beach. Maar ik wil de beach even zien. Oh, daar is het strand helemaal daarachter. Wauw. Wow. Kijk dan. Hier kan je... Zal ik het water in springen? Oh, dat is geen water. Daar is het strandje helemaal. Dat is echt nog ver weg. Kijk dan, wat een blauw water. Oh, wat is mooi. We zijn nu bij een ander strandje. We zijn letterlijk helemaal teruggelopen. Helemaal weer naar boven. Echt zwaar. Omdat als je naar een ander strandje wil, dan moet je nog langer lopen. En nu zijn we dus hier. Kijk dan hoe blauw. Oh, hoogtevrees. Hoogtevrees. Au. Wat helder. Kijk dan. Maar kijk dan wat helder. Oh, maar kijk dan, wat een uitzicht! Ik zie zelfs die mensen daar helemaal. Ah!
prachtig bijtje, echt waar. Maar we zijn, zoals jullie weer zien, terug thuis. Ik ga nu douchen, dan gaan we even naar de winkel en dan gaan we barbecue. Weet niet of ik dat allemaal ga vloggen. Maar dat is op dit moment wat we gaan doen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Kom je hem leuk vond, geef zeker een klein duimpje omhoog. Reageer onder met tips en met tops. Barbecue was super leuk, super gezellig. We hebben nog even gezwommen en gevoetbald. Ik hoop jullie in de volgende vlog weer te zien. Ah, yes.